blij dat ik hier als jullie mystery guest mag zijn. Om met jullie te spreken over real love. Volgens mij het belangrijkste en mooiste thema wat je misschien wel kan kiezen voor een samenkomst. Ik zat deze week twee keer in de auto te luisteren naar iets op de radio. Dat ging over mobiele telefonie en het gebruik van je smartphone. En er waren allerlei discussies over, van ja, we gebruiken dat ding zoveel en is dat nou goed of is dat nou niet goed? Wat is er goed aan, wat is er niet goed aan? Maar een van de dingen, in beide gesprekken waren ze het wel over eens. We doen het vaak, die mobiele telefoon gebruiken en die smartphone, omdat we graag willen laten zien wat we allemaal kunnen en wat we allemaal goed kunnen. Wat we voor mooie dingen hebben meegemaakt, welke prestaties we hebben geleverd. En we zijn verslaafd aan die duimpjes omhoog. En we zijn er verslaafd aan om van andere mensen te horen hoe goed we het wel niet hebben gedaan. Dat is één van de redenen dat we daarop zitten. En waar komt dat vandaan? Ik denk dat dat er in ieder geval vandaan komt dat we allemaal, ieder mens zoals we hier zitten, heel erg behoefte hebben aan echte liefde. Aan real love. We hebben behoefte aan gezien worden. En we hebben behoefte aan erkenning. En daarom is het ook zo goed om daarbij stil te staan. Wat dan die echte liefde is. Zeker gekoppeld aan Vaderdag. En aan vader zijn. Mag die naar de volgende? Slide. Ja, want het is natuurlijk vandaag Vaderdag. En ik hoop dat heel veel mensen die hier zitten, dat voor hen geldt dat dit een mooie dag is. Dat je je vader kan bedanken voor wie die is. Dat je ontbijt op bed hebt gebracht als je nog thuis woont. Dat je berichtjes stuurt, dat je cadeautjes stuurt. Dat je blij bent. Vorig jaar hadden wij met Youth for Christ een soort vaderdagactie. En een van de dingen die we deden is dat we vroegen aan jongeren, wil jij eens op een kaartje een wens voor je vader opschrijven? En gelukkig kwamen daar een heleboel, vooral mooie reacties op. Ik wens mijn vader dat hij beter wordt in voetbal. Ik wens mijn vader dat hij gelukkig zal worden. Ik wens mijn vader dat hij nog heel veel tijd met mij zal doorbrengen. En het was een genot om dat te lezen. Maar we zagen ook een aantal kaartjes, waarvan één eigenlijk mij het meest raakte. Waar eigenlijk op stond, met hele grote letters, niets. Mijn vader is er toch nooit. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. En we zaten die kaartjes met elkaar te lezen en we dachten, ja, dit gebeurt. Dit gebeurt veel. Dat vaders niet aanwezig zijn, niet fysiek aanwezig zijn, omdat ze gewoon altijd op zakenreis zijn. Vaak heeft het iets met werk te maken. Op een of andere manier moeten vaders altijd en de hele tijd werken, lijkt wel. Of dat ze er wel zijn, thuis, maar dat ze er ook weer niet echt zijn. Want je voelt wel, ja, je zit hier wel tegenover mij, maar of je mij echt ziet, wat ik aan het doen ben, of dat je toch vooral bezig bent met jezelf en wat je zelf allemaal moet doen op je werk, ik weet het niet, maar volgens mij ben je er niet helemaal. En dat is pijnlijk. En dan is zo'n dag als vandaag, zo'n vaderdag, ja, eigenlijk niet alleen maar mooi, of misschien zelfs wel heel confronterend en een verdrietige dag. En mag naar de volgende. Deze man, die kennen jullie hopelijk allemaal. Namelijk oud-president Obama. Die heeft verschillende dingen geschreven over zijn eigen vader. Zijn vader was ook nooit, of bijna nooit, aanwezig. Eigenlijk is hij vooral opgevoed door zijn moeder, bijgestaan door haar familie. Maar zijn vader heeft hij bijna nooit gezien. En daar heeft hij heel veel last van gehad. En een van de mooie dingen die hij gezegd heeft tijdens zijn presidentschap, is dat hij zei, ik ben in de eerste plaats ben ik vader van mijn kinderen. En daarna ben ik pas president van Amerika. En dat benadrukte hij steeds weer waar hij was. En hij hield het niet alleen bij woorden, maar je zag het ook in wat hij deed. Hij zorgde ervoor dat hij die tijd had. En hij zorgde ervoor dat ook organisaties die zich inzetten om vaders te helpen meer aanwezig te zijn, die steunde hij. Maar je ziet hier ook aan, het maakt niet uit waar, of je nou hoog in de boom zit of helemaal niet. Of je nou uit het buitenland komt of je nou in Nederland woont. Het maakt allemaal niet uit. Overal over de wereld lijkt het zo te zijn dat het moeilijk is om vader te zijn of moeilijk is om iets aan vaderschap te ervaren. En dan komt God in beeld. Want God zegt, ik ben je vader. Hij mag even naar de volgende slide.
Ik hou zelf heel erg van bergwandelingen. Dit is volgens mij niet de Dolomieten, maar nou ja, misschien ben je wel eens in Dolomieten geweest. Daar wandel ik, heb ik een paar keer gewandeld. En dan zie je allemaal van dit soort prachtige beelden. En ik weet niet hoe het met jou gaat, maar mij helpt het altijd heel erg om te zien hoe groot God is. Als ik dan naar die bergen sta te staren en dan denk ik, wauw, dit kan toch geen toeval zijn. Dat dit er zo mooi uitziet, dat alles zo klopt, dat alles zo perfect lijkt. Dan ben je helemaal onder de indruk. Ik hoop dat je dat gevoel wel eens herkent of wel eens opzoekt. Maar daar laat God het niet bij. God laat zichzelf niet alleen zien door die prachtige schepping en door die prachtige bergen en door al het mooie wat hij heeft gemaakt. Maar hij gebruikt woorden die hem veel dichterbij halen in de Bijbel. En hij gebruikt steeds weer, honderden keren in het Nieuwe Testament, het woord vader. Ik ben je vader. En volgens mij wil hij daarmee zeggen dat hij dichtbij wil zijn. Dat hij dichtbij is. Dicht bij jou en dicht bij mij. En het is denk ik mooi om te gaan kijken van wat is dat dan? Die God als vader. Wat houdt dat dan in? En ook hiervoor geldt. Misschien heb je een heel goed beeld daarvan. Dan is het makkelijker. En misschien een minder mooi beeld. En dan hoop ik dat we vanochtend kunnen ontdekken hoe God zichzelf dan bedoelt als vader. Om er overheen te kijken. Mag hij naar de volgende? Want als we willen weten wie God als vader is, dan zegt Jezus iets heel duidelijks. En dat wil ik met jullie lezen uit Johannes 14, vers 6 tot en met 11. Daar staat, Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu hebben jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. En Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie en nog kennen jullie mij niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te zien? Geloof je dan niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mijzelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En dan gaat het mij om dat zinnetje hierboven, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Jezus zegt heel duidelijk, als je God als Vader wil kennen, kijk naar mij. En dat is het wonder van het evangelie waar we in geloven. En daarin is het evangelie totaal onderscheidend ten opzichte van welk geloof dan ook. Jezus komt dichtbij. God komt dichtbij door Jezus. En door Jezus kunnen we zien wie die Vader dan is. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? En ik ga er straks wat over zeggen, maar mijn eerste oproep aan jullie allen is, als je God als Vader wil kennen, verdiep je dan in Jezus. Niet één keer, niet twee keer, maar iedere dag weer opnieuw. Want alleen dan krijg je een echt beeld van wie God als Vader is voor jou en voor mij. En ik wil twee dingen eruit halen die ik veel zie en die mij altijd heel erg bemoedigen ook als ik kijk naar hoe Jezus is en hoe we dan ook naar Jezus mogen kijken als vader. God als vader. Mag hij naar de volgende? Ja, ik weet niet wie van jullie, misschien is dat alweer een tijdje geleden, maar ik ben als kind opgegroeid met boekjes met dit soort plaatjes erin. Namelijk alle Bijbelverhalen. En ik was als kind eigenlijk al heel snel heel erg onder de indruk van het verhaal van Zacchaeus. En daar wil ik iets over zeggen. Eerst even uiteraard een stukje ervan lezen. Komt niet op de beamer. Daar staat namelijk, Jezus ging Jericho in en trok door die stad. En er was daar een man die Zacchaeus heette. Een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte. Want hij was klein van stuk. En daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen.
En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. En de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Wat zo prachtig is aan dit verhaal, is dat Zacchaeus, die het niet zo goed doet in de ogen van mensen, en niet alleen niet in de ogen van mensen, denk ik, want hij troggelde mensen geld af, hij liet zich te veel betalen, wilde heel graag Jezus zien. Hij was ontzettend benieuwd naar wie Jezus was. Maar hij was niet alleen klein van stuk, hij was denk ik ook wel een beetje, nou misschien wel bang, verlegen. Dus hij klom in een boom om Jezus van afstand te kunnen bekijken. En toen dacht ik, oh, hoe vaak is dit wel eens herkenbaar in mijn leven, misschien ook wel in jouw leven. Dat je denkt, ik wil Jezus wel zien, ik ben wel onder de indruk van hem, maar mag het eigenlijk wel? Mag ik eigenlijk wel naar hem toe? Ben ik daar niet te klein voor? Ben ik daar niet te slecht voor? Ben ik daar niet te zondig voor? Hij ziet me weer aankomen met alles wat ik nu weer heb uitgespookt. Of alles, en dat gebeurt misschien nog wel vaker, met wat ik niet heb gedaan en wat ik wel heb kunnen doen. En hij gaat in die boom zitten en het fantastische van Jezus en daarmee van God de Vader, want we zien aan Jezus wie God de Vader is, is dat hij jou en mij ziet. Hij ziet ons zitten in die boom op het moment dat we niet tevoorschijn durven te komen. En hij ziet ons niet met een veroordelende blik, maar hij ziet ons met een liefdevolle blik. God houdt van jou, houdt van mij, wat we ook hebben uitgespookt of wat we ook nagelaten hebben. En hij nodigt je uit om uit die boom te komen en dicht bij hem te komen. En dat is, denk ik, het eerste wezen van Gods vaderliefde voor ons. En dat weten we, dat hebben we geleerd. Maar toch iedere keer weer denken we, het zal toch niet zo zijn. Het zal toch niet voor mij gelden. Want in deze maatschappij horen we hele andere dingen dan je mag er zijn, ook als je hebt gefaald. Daar hebben we die duimpjes nodig. Want anders komen we er niet. Anders zijn we niet waardevol genoeg. Maar dat geldt niet voor Jezus, dat geldt niet voor God de Vader. Hij ziet hem, hij gaat met hem mee, hij gaat dat huis binnen. En eigenlijk alleen al omdat Zacchaeus er zo van onder de indruk is dat Jezus bij hem wil komen, zegt hij, ik geef alles weer weg. Alles wat ik teveel heb betaald en ik deel het naar de armen. Zo gelukkig is hij dat Jezus, dat God hem echt ziet. Mag hij naar de volgende? Want ja, helaas, dit verhaal hadden ze niet zo mooi in zo'n boekje van vroeger. Dus ik moest iets anders zoeken. Maar een ander verhaal wat ik altijd heel mooi vind aan Jezus, waaraan we iets kunnen zien van God de Vader, is het verhaal van de rijke jongeling. Een heel ander soort verhaal. Die lees ik ook kort. Er kwam iemand naar Jezus toe met de vraag, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde, waarom vraag je mij naar het goede? Er is er maar één die goed is, en als je het leven wil binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook, heb uw naaste lief als uzelf. Toen maar, heel lijstje. En de jonge man zei, daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? En Jezus antwoordde, als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jongeman ten neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. En dit verhaal is nog een stukje confronterender. Want in het andere verhaal over Zacchaeus lazen we hoe Jezus je vooral heel erg uitnodigt. En zegt, ik ben er voor jou, wat je ook uitgespookt hebt. En hier houdt hij eigenlijk een spiegel voor aan de rijke jongeling. Want dat is volgens mij, als ik het zo lees, iemand die het best goed doet. Hij houdt zich aan al die geboden, de belangrijke geboden van God. En hij vraagt zelfs aan Jezus, wat kan ik nog meer doen? Hij is echt lekker eager, zou je kunnen zeggen. Hij wil heel graag het echt goed doen en hij wil echt heel graag presteren. Gelukkig, in Marcus staat dit verhaal ook beschreven, staat dan dat Jezus hem liefdevol aankeek. Dus Jezus keek met liefde naar hem. Het is niet zo dat het er helemaal niets toe deed dat hij die dingen deed voor God. Maar Jezus doorziet wel van ja, je zit ergens aan vast.
Je zit vast aan je rijkdom. En je rijkdom is uiteindelijk belangrijker. Dus als je afstand wil doen daarvan, of als je bij mij wil horen, moet je daar afstand van doen. En hij is bedroefd en hij gaat weg. We weten verder niet hoe het afloopt. Het kan best zijn dat hij later het gedaan heeft en terugkomt. Maar waar het om gaat, is dat dit nog iets anders laat zien van God als Vader. God die nodigt ons niet alleen uit om bij hem te komen, maar hij daagt ons ook uit. En ik denk niet dat hij ons in de eerste plaats uitdaagt om vooral heel veel hele goede dingen te doen. De duimpjes omhoog. Maar ik denk dat God ons vooral uitdaagt om ons helemaal over te geven aan hem. Met alles wat we hebben, met alles wat we doen, ons overgeven aan hem. Als je namelijk in de Bijbel gaat lezen de momenten waarop Jezus onder de indruk is van mensen, dan is dat op het moment dat ze in hem geloven. Dan staat er, Jezus zag dat ze geloofden. Jezus was onder de indruk dat ze geloofden. Dat is het enige moment waarop je echt kan lezen in de Bijbel dat Jezus onder de indruk is van mensen. Als ze in hem geloven. Als ze durven los te laten wat ze hebben en hun vertrouwen op hem te stellen. Nou, als ik naar mezelf kijk, dan moet ik eerlijk zijn. Heel vaak wil ik de controle houden. Ik wil het zelf bepalen. En natuurlijk, ik betrek God daarbij en ik vraag hem, is het goed ongeveer zoals ik het nu doe? En als ik niks hoor, dan ga ik weer door. Maar me echt overgeven aan hem en zeggen, Heer, wat u ook van mij verlangt, ik vertrouw me aan u toe. Dat is niet makkelijk. Maar God daagt ons er wel toe uit. En dat uitnodigen en dat uitdagen, wat ik zei, uitnodigen door bij Zacchaeus, uitdagen bij de rijke jongeling, kan ook nooit los van elkaar. Want waarom zou je de controle uit handen geven als je niet precies weet aan wie? Maar Jezus laat zien in Zacchaeus en in alle andere verhalen dat hij het waard is om het aan los te laten. God als Vader is het waard om je aan over te geven, juist omdat hij niets is dan liefde. Hij is de enige die je nooit pijn zal doen, die je nooit zal kwetsen. Misschien wel zoals je eigen vader wel heeft gedaan, of je eigen moeder, of weet ik veel wie in je omgeving. God is de enige die dat nooit doet. Mag hij naar de volgende? Ja. Even over prestaties. Want ik denk wel eens, dat weten we en toch, we moeten het af en toe nog even extra benadrukken. Het gaat niet om jouw prestaties. Ik zie het overal terugkomen. Niet alleen zeg maar als we met onze mobiele telefoon bezig zijn, maar ook bijvoorbeeld en vooral op het werk. Waarom gebeurt het dat vaders, natuurlijk moeders kunnen dat ook doen, maar ik zie het vooral bij vaders, vaak zoveel werken, vaak zoveel bezig zijn met werk, presteren, werk. Dat is omdat er een stemmetje in hun hoofd zit die zegt tegen hen, ja, maar jij bent, zeker als man, vooral waardevol op het moment dat jij presteert. Dat je laat zien met je daden wat je allemaal kan. Dat je meer geld verdient dan iemand anders. Dat je beter kan presenteren dan iemand anders. Dat je hoger op de maatschappelijke ladder staat dan iemand anders. Dan doe je er toe. Dan stel je wat voor. En als gevolg daarvan, alle tijd, alle uren, gaan daar naartoe. Of veel. Het zit helemaal in ons systeem. Ook laatst op de radio hoorde ik dat er steeds vaker kinderen depressief zijn omdat ze zoveel moeten presteren op school. Omdat ze het gevoel hebben, ik moet beter zijn dan ik nu ben. Toen dacht ik, wat ziek eigenlijk. In wat voor verziekte maatschappij leven we eigenlijk. Dat we kinderen al het gevoel geven, jij stelt wat voor op het moment dat jij presteert. Op het moment dat je prestaties beter zijn dan die van anderen. Dat gooi je er met de paplepel in. En u, jij, ik, we worden er allemaal door beïnvloed. Dat kan niet anders. Het zit zo diep in de maatschappij. En bij God dus niet. Bij Gods vaderliefde niet. Hij zegt, geef je over aan mij. De rest doet er niet toe. En het gebeurt niet alleen op het werk. Het gebeurt niet alleen op school. Het gebeurt ook natuurlijk met sportprestaties. Ik zit in een appje Strava. Sommigen zitten van jullie daar misschien ook in Runkeeper, noem maar op. Waarin je continu, als je gaat hardlopen, je prestaties even kan vergelijken met anderen. Hop, duimpjes omhoog, duimpjes omhoog, duimpjes omhoog. Ik zeg overigens niet, ik doe dat zelf ook, dat dat per definitie fout is. Maar je moet je er bewust van zijn dat het iets voedt van het willen presteren. En het daaruit willen halen. En ook in de kerk gebeurt het, helaas. Ik ga mijn hele leven al naar de kerk en met heel veel plezier.
En heel af en toe dan zie ik dat er ook in de kerk het er soms om gaat, wie heeft de meeste bijbelkennis? Wie kan het beste prazen, wie kan het beste zeg maar, zijn handen in de lucht gooien? Of wie is het meest ingetogen, wie is het meest sober, wie is het minst in uiterlijk op zichzelf gericht? Zelfs in de kerk kan het erin sluipen. En ik wens u en mezelf en jou toe dat dat niet gebeurt. Want God heeft je als vader onvoorwaardelijk lief. Mag u naar de volgende. Om een persoonlijk voorbeeld te doen, voordat ik bij Youth for Christ ging werken, toen werkte ik bij een heel ander soort organisatie. En daar ging het eigenlijk toch wel vooral om heel veel geld te verdienen. En daar was ik ook vol mee bezig, de hele tijd zorgen dat ik heel veel werkte. Nou, eigenlijk wat ik net allemaal omschrijf, dat deed ik zelf ook. Toen zat ik weer eens op de weg, eindeloos in die auto. En toen zag ik ineens aan de zijkant dit grote billboard. Ik begrijp dat hij nu al een tijdje geleden is weggehaald, dat het mocht niet, want het is reclame. Maar hij stond daar en er stond, sta eens stil bij Gods liefde voor jou. En op een of andere manier kwam dat heel erg binnen. Dat ik dacht, oh ja, sta eens even stil bij Gods liefde voor jou. Heel vaak als ik aan God vraag, Heer, wat wilt u dat ik hier doe? Wat wilt u dat ik daar doe? Leid mijn weg. Wat is mijn roeping? Wat moet ik doen? En ik neem daar echt de tijd voor om naar te luisteren. Dan is heel vaak het antwoord wat ik ervaar van God, kom nou gewoon bij mij. Mijn zoon, kom bij mij. Mijn dochter, kom bij mij. Rust uit, want ik hou van je. Hou eens even op met dat moeten. Met dat moeten presteren. Want waar ben je? Ik ben uit op jou en niet op jouw prestaties. Heel mooi lied. Ik ben zelf heel erg fan van Ellie en Rickert. Ik hoop bij velen van jullie ook bekend. Fijn, dank je. Zo niet. Ik had echt direct een daventje gejoelen verwacht. Nee, maar zo niet. Dan zou ik je zeer aanraden om daar eens naar te luisteren. Want zeker zelfs de liederen voor kinderen, maar ook voor volwassenen, zijn erg mooi. En in een van de liederen staat iets wat mij daar ook in raakt. Daar zingt Ellie. Die zingt, het mooiste lied wordt nooit gehoord wanneer er nergens iemand luistert. Het mooiste lied wordt nooit gehoord omdat het in de stilte fluistert. En ze heeft het over die stem van God. De stem van God is vaak in de stilte. Vaak in de rust. En neem je de tijd om naar die stem te luisteren. Gods liefhebbende stem die zegt, ik hou van je. Of zijn die andere stemmen steeds maar groter? Al die prikkels en al die ervaringen die eigenlijk een beetje het zicht daarop doen, verliezen. Kom in de stilte bij God en laat je door hem overtuigen dat hij de liefdevolle vader is. Naar de volgende mag ik. Ja, en dan nog even iets voor de vaders. Ik heb sinds kort recht van spreken, want ik ben vader van twee dochters. Een van 5 en een van 3. En ja, het is geweldig en ja, het is alles waard en ja, ik had het nooit willen missen. En ja, af en toe denk ik, poeh, dit is niet zo makkelijk soms. Ik word wel heel vaak ook een beetje met mezelf geconfronteerd. Ik merk soms ook wel dat ik denk, ja, werken is misschien wel wat makkelijker, want heb ik wat meer de indruk dat ik het onder controle heb. Of dat ik denk, ik moet hier wel heel veel geduld voor hebben als mijn dochters weer op hun knieën gaan zitten en de hele tijd naar allemaal mieren gaan kijken terwijl ik boodschappen wil doen. Dat is herkenbaar. En ik zat daar wat over na te denken en ik dacht, toch goed om daar iets over te zeggen. Want ik heb voor mezelf in ieder geval ontdekt, en ik denk ook dat God de Vader zo naar ons kijkt, daarom zeg ik het in vrijheid, dat het een hele goede stap is om allereerst dat te accepteren. Accepteer als vader dat je het heel vaak niet goed doet. Niet goed genoeg doet. Dat je kind bij jou tekort gaat komen. Omdat je als mens zondig bent. Omdat je als mens fouten maakt. Maar daar stopt het gelukkig niet bij. Want het tweede wat ik daarover zou kunnen zeggen is, wijs in alles wat je doet naar God de Vader. En als je kind er oud genoeg voor is, durf je dan tegen je kind te zeggen, ik doe het heel vaak niet goed. Maar er is een vader die doet het altijd goed. Daar kun je altijd bij terecht. Bij mij niet. Ik wil niet dat je mij op dat voetstuk zet als je dat doet. Want daar kan ik niet aan. Ik maak fouten.
maar God de Vader niet. En het derde wat ik tegen je zou willen zeggen als vader is, vraag ook vergeving aan je kinderen. Ik heb laatst wel eens ontdekt, en het is echt heel kinderachtig, maar dan zit ik met een kind van 5 en die spreekt mij ergens op aan. En dan doe ik precies hetzelfde als zij zou doen in zo'n situatie. Ga ik gewoon een excuus verzinnen. Ik denk, ja, ze is toch 5, ze gelooft toch wel als ik een excuus verzin. Maar hoe vaak zeg ik nou tegen haar, je hebt gelijk. Sorry, ik heb dat niet goed gedaan. Als ik mijn kind ze maar beloof, omdat ze op een bepaald moment op die dag een beetje vervelend was. Van nou, als je ophoudt met vervelend zijn, dan gaan we na afloop gaan we samen een stukje fietsen in het park. En op het moment suprem zeg ik, nou, daar heb ik toch geen zin in. En zij gaat huilen en ze spreekt me erop aan, dan heeft ze gewoon gelijk. En dan is het aan mij om te zeggen, sorry, je hebt gelijk, we gaan nu fietsen. Kun je mij vergeven? Dan leer je ook je kind dat jij het niet goed doet, maar dat zij of hij het ook niet altijd goed hoeft te doen. Dat er vergeving is van de Hemelse Vader. En als vierde zou ik iedereen die worstelt, soms, hè, tuurlijk, het is nooit helemaal het een of het ander, maar soms worstelt met je vaderschap of je moederschap zeggen, durf om hulp te vragen. Ik denk dat ook in onze maatschappij zit, hulp vragen, op wat voor vlak dan ook, nou dat is pas falen, dat je het niet zelf kan. Ook met werk bijvoorbeeld, dat je zegt, ik ben zo moe, als ik nu nog langer doorga, dan word ik overspannen, ik ga 3 weken thuis zitten. Nou, dat vinden we zo heftig, want dan heb je zo gefaald. Ik denk altijd, wat een onzin. Wat fantastisch als iemand kan zeggen, ik wil niet mij zo door het werk laten opslurpen, dat ik er dan onderdoor ga. Ik ga nu thuis zijn. Ik ga tot rust komen. Ik ga bij God komen. En je ziet me wel weer terug. Ik hoop dat werkgevers daar ook mee akkoord gaan. Maar dat is wat anders. Dan moet je andere werkgevers zoeken. Maar dat geldt dus ook voor het opvoeden van je kind. Wij hebben een kind dat af en toe een beetje driftig is. Schat van een meid. Maar af en toe kan ze behoorlijk driftig zijn. Zo driftig dat ze zelfs als ze in de klas zit, gewoon hop, naar huis rent. En denkt, ik ga wel naar huis toe. En we vinden het een beetje lastig soms van, hey, hoe krijgen we haar een beetje rustig? En we hebben mensen in onze gemeente, een iemand ervan, en die heeft daar gewoon heel veel kijk op, heel veel verstand van. Dus die laat een kind een tijdje spelen en die komt dan met tips. Ik merkte bij mezelf, oeh, dan moet ik even een drempel over. Moet ik hulp vragen? Moet ik eigenlijk zeggen, ik weet het niet zo goed. Maar het helpt wel heel erg. Durf die hulp te vragen. Dat aan de vaders. En straal aan je zonen en dochters uit. Het is niet erg als je niet de beste bent op school. Het is niet erg als je niet altijd presteert. Je mag er zijn zoals je bent. Want dan geef je iets door van de grote liefde van God. Mag naar de volgende. Ja, ik wil afsluiten door met jullie te bidden en voor jullie te bidden. En ik begrijp wel dat er ook altijd, begrijp ik uit de voorbereiding, dat er ook gebedsteams zijn. Die voor jullie klaarstaan om, waarvoor dan ook te laten bidden. En ik zou je willen vragen, als je herkent als zoon of dochter, dat je een vader hebt of hebt gehad, waarin je echt niet hebt gekregen waar je naar verlangde, waarvan je nooit het gevoel hebt gehad, dat was een vader die echt van mij hield, dan hoop ik dat je het durft om voor je te laten bidden. Om God te vragen om dat te herstellen. En te laten zien wat het betekent dat Hij jouw echte goddelijke vader is, die jou nooit teleur zal stellen. En als je een vader bent die aanvoelt, ik doe het niet altijd goed. En je denkt, ik kom er ook niet uit. Of misschien zelfs wel, ik heb er soms ook gewoon helemaal geen lol in. Dan hoop ik ook dat je voor je wil laten bidden. Dat God je wegen wil laten zien om daarmee om te gaan. Om het te accepteren. Maar ook om je weer vreugde te geven in je vaderschap. Want God is ook een God en een vader van vreugde. Van grote vreugde. En als je die niet hebt en niet ervaart, dan geloof ik je dat Hij je die weer wil geven. Ik ga voor jullie bidden. Vader in de hemel, goede God, wij komen bij u om u te danken dat wij u onze vader mogen noemen. Dat u ervoor heeft gekozen in al uw grootheid, in al uw wijsheid, in al uw almacht. U die de bergen heeft gemaakt, die deze wereld heeft gemaakt.
de zeeën heeft gemaakt, het heelal heeft gemaakt, om dichtbij te komen. Wij mogen u vader noemen, wij mogen u papa noemen. En u vraagt van ons of we dicht bij u willen komen. Op uw schoot willen klimmen, bij u willen zijn. Zodat u ons kan omhelzen. Heer Jezus, zoals u de kinderen omhelste toen u hier op aarde was en ze zegende. En ze als voorbeeld stelde voor hoe je zou moeten leven en hoe je zou moeten uitzien naar uw koninkrijk. Zo wilt u ons omarmen. Als uw kinderen. En we danken u dat u tegen ons allemaal zegt, ik hou van jou. En ik hou van jou zoals je bent. En ik bid u, dat voor iedereen die hier zit, die daarin een drempel ervaart naar u, dat u die wegneemt in Jezus' naam. Dat op het moment dat wij denken dat we daar te klein voor zijn, dat we daar te slecht voor zijn, of dat we niets hebben gepresteerd, waar anderen naar omkijken. En op het moment dat we denken dat u dat dan ook wel zal doen, dan bid ik u dat u met kracht spreekt en tegen ons zegt, ik hou van jou, los van jouw prestaties. Los van wat je doet, ik heb je lief. Zo wil ik vader zijn voor jou. En ik bid u ook dat u ons de kracht geeft om ons dan ook aan u over te geven. Om dan ook tegen u te zeggen, neem dan ook alles. Want bij u is het goed. En ik wil al dat geld wat ik heb opgebouwd, al die status, al die eer, wil ik weer aan u teruggeven. Neemt u het maar. Want het vervult niet. Alleen u vervult. En daar danken we u voor, Heer Jezus. Dat we daarop mogen vertrouwen. Dat u ons zal vervullen en ons nooit verdriet doet. En ik bid u voor alle vaders die hier zitten, die misschien wel momenten hebben dat ze het echt helemaal niet meer weten hoe ze het moeten doen. En zich daarvoor schamen, daarvoor weglopen. Heer, wilt u ze helpen om te accepteren dat ze beperkt zijn. En wilt u ze helpen om hulp te vragen aan u en aan anderen om hen heen. Heer, zo bid ik, ga met ons allemaal mee. En toon ons uw vaderliefde. Want daar verlangen we zo naar, in Jezus' naam. Amen.